Daar zitten we dan weer, dames en heren. Ik heet Evert ten Apel en naast mij zit oud-voetballer Joeri Mulder. Ja, Evert, dankjewel. Laten we hopen op een boeiende partij tussen AZ en Malaga. AZ is sinds 1998 niet meer uit de eredivisie weg te denken. Nee, het is een echte topclub geworden. In 2009 werd de club nog kampioen. En ook in Europa doet AZ het goed. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Is het opvallend dat de trainer dit systeem hanteert, Joeri? Nee, op zich is 4-3-3 een veelgebruikt systeem. Kijk, hij heeft ook natuurlijk de spelers ervoor. Hè. Hij heeft buitenspelers die een man opzoeken, die een goede voorzet hebben. Ja, dan zou ik ook met dit systeem spelen. Nou, daar gaan we dan. Laten we hopen op een prachtige wedstrijd. Castro. Recio. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Die hoekschop is voor de doelman. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Bal kwijt, eens kijken hoe ze omschakelen nu. Bal nu in handen van de tegenstander. Bellasani. Daar is de poging. De keeper heeft hem. Ze hebben geen haast. De bal gaat rustig rond. Mooi ingegrepen daar. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Camacho. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Een doeltrap. Zonde van een veelbelovende aanval. Camacho. Over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken. Daar komt de kans op een voorsprong. Schitterend. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Hij probeert het met zijn hoofd. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. Knap gered, hoor, wat een plek. Hij kopt de bal. Goeie redding weer, hoor. En klem vast. Nee, het idee van de paas was goed. Maar een juweeltje dit schot. Goed gepakt door de keeper. Deze spelers, gaat dit hem worden? Hij is er bijna. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Camacho. Die aanval komt niet verder dan het middenveld.
Die paas wordt doorzien. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. En het schot. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Daar is het schot. Oh, we gaan rusten bij 0-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. Nou, Juri, we zijn halverwege en de stand is gelijk. Wat denk je? Krijgen we in de tweede helft een andere wedstrijd te zien? Ja, maar dan zal er iets moeten gebeuren. De een van de twee ploegen zal iets meer risico moeten nemen. En zo begint de tweede helft. Bellasani. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Knap rondgetikt. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafschopgebied. Eens kijken. De scheidsrechter geeft een doeltrap aan. Rosales. Keiko. Recio. Wie weet levert dit een kans op. De bal rolt ongehinderd door. Komt hem door naar een medespeler. Gevaarlijke paas, maar toch onderschept. Hij neemt de bal schitterend aan. Bellasani. Recio. Dit kan een kans worden. Hij doet het. Wat een geweldige redding van de keeper. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Hij schiet. In zijn gedachten zag het er vast beter uit. Luis Hernandez. Keiko. Charles. Aangeraakt door een tegenspeler. Inworp dus. Svensson. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Wat gaat hij doen? Goed gepakt, keeper. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Dat ziet er kansrijk uit. Die bal is voor de keeper. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Hier kijken we naar de statistieken wat betreft het balbezit. En die voldoen wel zo'n beetje aan de verwachtingen van de wedstrijd. Ja, dat klopt wel, want ze waren ongeveer evenveel in bal. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Nog 10 minuten te gaan. Nou, wat gaat de scheidsrechter beslissen? Komt er een kaart? Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren?
maakt zich wellicht al op voor een schot. Dat was gruwelijk mooi. Die speler was de verdedigers helemaal kwijt en haalt uit. Maar het resulteert niet in een doelpunt. Nee, daar komen die verdedigers goed weg, want ze waren helemaal weggespeeld. Kijk op. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Charles! Doelpunt! Ja hoor, hij valt toch nog. En daarmee lijkt deze derby beslist. Wat denk jij ervan, Juri? Ja, het is natuurlijk heerlijk als je net voor tijd op voorsprong komt. Nu mogen ze het niet meer weggeven. Een geweldig moment voor de doelpunt te maken en de rest van het team. Deze voorsprong geven ze vast niet meer weg. Ja, de buitenspinnen lijkt me. Knap afgemaakt trouwens. Ik denk dat de verlenging nu van de baan is. Dit doelpunt zal de wedstrijd wel beslissen. Nee, ik denk ook dat er niet nog een doelpunt zal vallen. En dan heb einde wedstrijd, stand 1-0. Wat een prachtige overwinning toch. Zo kan deze ploeg het straks nog heel ver gaan schoppen. Laten we niet vergeten dat het een vriendschappelijke wedstrijd was. Als het menens is, kan het heel anders lopen. Heeft het aardig gedaan vandaag? Wat vond jij ervan, Juri? Dat winnende doelpunt zo laat in de wedstrijd, die staat morgen op de voorpagina van de krant even. Wat een geweldige manier om de wedstrijd af te